Bij elke verkiezing worden extra oproepingskaarten gedrukt. Ook bij de verkiezing van 25 mei 2020 zal dat het geval zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de marge voor de extra oproepingskaarten 15% is van het aantal kiesgerechtigden. Voor de komende verkiezingen worden ruim 422.000 oproepingskaarten gedrukt. Hierbij wordt volgens BISA rekening gehouden met eventuele misdrukken en kiesgerechtigden die hun oproepingskaart kwijtraken. Het ministerie geeft aan dat de oproepingskaarten onder toezicht van het onafhankelijk kiesbureau en de politie worden gedrukt. Ook worden er extra stembiljetten gedrukt. Het ministerie benadrukt dat de voorbereidingen van de verkiezingen heel transparant is geweest. BISA betreurt het dat haar transparante werkwijze juist leidt tot insinuaties en onjuiste berichten.